wel heel graag welkom willen heten. Namens alle bewoners van Vathorst. Want hier bent u nu wethouder geworden. Heeft u hier altijd gewoond in Amersfoort? Komt u hier vandaan? Nee, ik kom hier niet vandaan. Ik ben geboren en getogen, zoals dat heet, in Amsterdam. Ik ben pas later, ik denk op mijn 16e zo'n beetje, ben ik verhuisd naar Soest. En later hier in het Amersfoortse terechtgekomen. En dan moet ik heel eerlijk zijn, niet eens in Amersfoort, maar ik ben gaan wonen in 72 in Hoogland. Wat in 74 geannexeerd werd. En dat was eigenlijk ook het begin van de enorme bebouwing die later ook richting over de snelweg ging. Dus uiteindelijk terecht kwam ook waar we nu zijn in Vathorst. Ik woon nog steeds in Hoogland. Ik ben zelfs in het dorp verhuisd. En zoals Hooglanderveen omarmd is door Vathorst, zo is Hoogland natuurlijk omarmd door het heel noordelijk deel van de stad. Door annexaties in de tijd. En ik woon daar vanaf die periode en met erg veel genoegen. U vindt het prettig wonen? Ik denk dat dit stukje Nederland, vooral hier rond de Amersfoort, dat dat een heel mooi stuk is. Het is een stuk waar de natuur rondom ons is. Aan de ene kant, nou we zeggen, het bosachtige gebied aan de zuidkant van de stad. En aan de noordkant toch de hele Eemvallei en alles wat zich daar uitstrekt. En het is natuurlijk een fantastische plek om te wonen en ook om te werken. Het is, denk ik, uniek in Nederland wat dat betreft. Hoe lang zit u in de politiek? Ja, dat verraadt natuurlijk ook mijn leeftijd een beetje. Maar het is vrij lang. Ik zit al met al vanaf het begin. Nou, ik denk zo'n tegen de 30 jaar in de politiek. Altijd als hobby gedaan. Begonnen uiteraard na de annexatie van Hoogland. Toen ben ik eigenlijk actief geworden. En ook politiek actief geworden. En daarna heb ik plaatsgenomen, of plaats kunnen nemen moet ik zeggen, in de gemeenteraad. En heeft u altijd VVD vertegenwoordigd? Ja, ik ben altijd VVD geweest. Ik ben hart en ziel een liberaal, althans zo voel ik dat zelf. En daar past dan op dit moment toch nog steeds maar één partij bij en dat is de VVD. Welke zaken heeft u onder zich en wat denkt u in deze korte zittingperiode te kunnen veranderen? Wat ik onder me heb, dat is het volgende. Ik doe dus Vathorst. Nou, daarom zit ik ook hier waarschijnlijk. Maar inderdaad, Vathorst, wat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is. Want er is natuurlijk een nieuwbouwwijk die nog niet is afgebouwd. Nou, u weet ook dat is een periode die niet eenvoudig is waarin we zitten. We zitten midden in de crisis, dus de bouw stagneert. En toch moet Vathorst natuurlijk fatsoenlijk worden afgebouwd, kwalitatief goed worden afgebouwd. En dat heeft enorm veel zorgen. Dat betekent ook dat we dat niet met één wethouder doen, maar met twee wethouders. Dat is misschien voor de buitenwacht wat raar, maar je kan als twee wethouders, met name twee wethouders van verschillende partijen, kan je met een eigen invalshoek, en we zeggen, kijken naar Vathorst en ook naar de problematiek kijken die we op het moment hebben, om dus dat stadsdeel netjes af te bouwen in de loop van de tijd. Vathorst wordt afgebouwd met de kwaliteit die we beloofd hebben aan de burgers. En we gaan proberen om dat ook te versnellen. Maar nogmaals, de tijd zit gewoon op dit moment tegen. Dus wij moeten anders gaan denken dan wat we 10 jaar geleden vonden en wat onze opvattingen waren in die tijd. Dat we zeggen over snelheid en over kwaliteit. En ja, we hebben gewoon een leven in een nieuwe tijd. Dus we zullen ons daar moeten aanpassen. Verder doe ik economische zaken. Dus de belangen met name van de ondernemers. En dan met name de belangen van de ondernemers, laten we zeggen, ook in de regio. Hè? Dus de regiobelangen vertegenwoordig ik, maar met name de ondernemers hier in de stad. Dat betekent ook dat daar heb ik een speciale opgave voor, om dus ook nieuwe ondernemers aan te trekken van buiten. Dus echt het bedrijfsleven op alle mogelijke manieren te bevorderen en te zorgen dat er hier ook, laten we zeggen, het elan wat we misschien een beetje gaan missen door de crisis, dat we dat hier doorbreken en nieuwe ondernemers naar de stad halen. En verder doe ik recreatie, dat is natuurlijk een hele leuke portefeuille. En toerisme, wat absoluut ook een leuke portefeuille is. Dan moet u denken aan de haven, de boten die we hebben varen in de grachten. Al dat soort dingen vallen onder mijn portefeuille. Voor Vathorst, ten eerste dat we ervoor zorgen dat de bouw weer goed op gang gaat komen. Dus dat er weer nieuwe gezinnen instromen. Vathorst op de kaart blijven zetten. We weten gewoon, we hebben daar een zeer enthousiaste bevolkingsgroep. Jonge mensen met kinderen. Dat is fantastisch voor Amersfoort dat we die in onze stad hebben. We moeten dat bevorderen op alle mogelijke manieren. Maar we moeten ook vooral zorgen dat de wijk netjes wordt afgebouwd. En dat is op dit moment een enorm grote zorg
zorg. Dus dat is eigenlijk een van de uitdagingen waar we voor staan. Tweede uitdaging, maar dat is misschien een afgeleide. Vathorst is net als mijn eigen woonplaats Hoogland, is natuurlijk ook een plek waar een dorp ligt. En dat is Hooglanderveen, daar moet je met respect mee omgaan. Hooglanderveen is tevens ook eigenlijk zo'n kerngemeente binnen dat hele uitleggebied, wat een hele eigen karakter heeft. En dat eigen karakter, dat is natuurlijk zeldzaam, dat moet je koesteren en dat moeten we ook bewaren. En dat is voor Vathorst goed, maar het is ook voor de mensen in Hooglanderveen goed. Die hebben ook weer nieuwe perspectief, omdat er veel meer mensen omheen zijn komen te wonen. Ik durf dat te zeggen, omdat ik dus in Hoogland zelf woon. Ik heb dat daar ook zien gebeuren. Maar behoud wel wat je hebt in Hooglanderveen, want dat is iets zeldzaams. Het dorpse van zo'n locatie, die moet je naar mijn idee behouden. En al die stenen, dat is wat anders. Maar in ieder geval, zorg dat de mentaliteit van het dorp, het verenigingsleven van het dorp, dat behouden blijft binnen die enorme bouwstroom die daar omheen plaatsvindt. Mensen uit Hooglanderveen die gebruik maken van het winkelcentrum in Vathorst. En dat zijn allemaal verbindingen die plaats gaan vinden. En u vroeg wat is dan je wens? Mijn wens is dat dus zowel zo'n oud agrarisch dorp als zo'n nieuwbouwwijk, dat daar, tussen de mensen, de nodige contacten zijn. En dat dat ook, goed met elkaar samenleeft. En dat men ook gebruik maakt van elkaars capaciteiten. Dat bouwvolume in de omtrek vind ik gewoon de mentaliteit van de mensen, die toch echt anders is als van de stedeling. Weet dat te behouden en weet dat te koesteren. Een van de belangrijkste dingen, denk ik, is toch die laken. Die wordt verbreed, of die is al voor een deel zelfs verbreed. Maar met name de verbinding, de definitieve verbinding naar het Randmeer, is natuurlijk essentieel straks voor de bevaarbaarheid van die laak. Want met daarmee kan je naar open water, zoals dat in watersporttermen heet. En open water is natuurlijk altijd zeer begeerlijk als je een boot hebt of een boot bouwt of een boot vaart. En dat is natuurlijk belangrijk voor zo'n hele wijk. Dus dat vind ik toeristisch gezien en ook recreatief gezien is dat heel belangrijk voor de wijk Vathorst. Verder is het zo dat Vathorst natuurlijk ligt in een groene omgeving met heel veel uitloop eromheen. De wijk ligt natuurlijk tussen Amersfoort en een beetje tussen Bunschoten en Nijkerk in. Dat zijn natuurlijk schitterende gebieden om ook als je inderdaad in het groen je wenst te vermaken, om daar in te lopen. Het heeft natuurlijk een hele mooie omgeving. En het ligt daarbij natuurlijk centraal in Nederland. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Dus wat je ook wil gaan doen met je gezin, of hoe je ook wil recreëren, het zijn allemaal maar korte afstanden, omdat je toch binnen in Nederland zit. En in een, wat dat betreft, denk ik, ideale omgeving. Het Hammetje hebben we nog geen plannen over gemaakt op dit moment. Maar het is natuurlijk wel een aspect waarvan we weten dat het op dit moment toch al ook belangstelling heeft voor mensen die wandelen, die de natuur in gaan. Want het is natuurlijk toch een oud stukje van het oude dorp wat daar ligt. En meneer Ham is zelf overleden, maar ik weet dat familieleden van hem daar nog steeds wonen. En het is natuurlijk een prachtig monument. Het is een stukje water met daarbij allerlei bouwsels die je niet kan bedenken zo leuk zijn. En het is natuurlijk wat dat betreft best iets wat ook voor de bewoners van Vathorst, denk ik, belangrijk is om af en toe eens naartoe te lopen en te gaan bekijken. Kramers is een ander verhaal natuurlijk. Dat vind ik verschrikkelijk vervelend dat dat opgehouden is te bestaan, laat ik het zomaar uitdrukken. Ik hoop dat we daar, maar daar moet ook initiatief naartoe komen door inwoners. Maar ik hoop dat we daar toch een nieuwe activiteit kunnen starten. Want ik zou het erg zonde vinden om dat deel, verloren te laten gaan. En de oude organisatie is gestopt, dat weten we allemaal. Maar het had wel degelijk een functie. En ik hoop dat we op de een of andere manier, wellicht op een andere manier als vroeger, daar weer invulling aan kunnen gaan geven. Maar het is toch een kwestie van samen met de bewoners kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Op dit moment zijn daar nog niet concrete plannen voor. De overhandiging, dat heb ik zelf toen mogen doen, van de eerste sleutel van het eerste huis in Vathorst. Dus ik heb eigenlijk heel erg aan het begin gestaan en ik sta nu eigenlijk bij de doorstart van Vathorst. Doorstart in die zin dat we nu wat moeilijkheden hebben in de stagnatie van de bouw, maar wel om te kijken hoe we nu Vathorst weer helemaal kunnen afbouwen. Dus ik heb veel met Vathorst, laat ik dat maar op zachtjes zo zeggen. Ik zou u voor dit interview willen bedanken en ik wil u graag heel veel succes en wijsheid toewensen voor het belopen van uw carrière. Dank u wel. Ik wens alle Vathorsters trouwens een hele goede toekomst toe.
En dat we gauw uit de crisis mogen komen met z'n allen. Dank u wel. Alsjeblieft.